ja, de Vendag 2020 is bezig en iedere keer ontvangen wij groepen bij ons in de studio. Ja, en het is zo leuk. We zijn al bij aflevering 10 beland. Aflevering 10, we hebben al 10 keer publiek in de studio gehad. Laat je eens even horen, kinderen. Ja, en papa's en mama's niet roepen, even klappen. Ja. Present. Ja, want de papa's en mama's mogen natuurlijk niet... Geen spreekkoren. Nee, mogen niet spuug produceren. Dus maar met klappen is dat niet zo. Dat, althans, als jij klapt, begin je ook altijd een beetje te spugen. Wat is dit nou weer? Als jij klapt, top, heb je dat niet al... Want dan begin... Dat heb jij dat niet? Heb je niet al... Heb je dat niet? Ik weet even nou, niet wat je bedoelt. Wil jij nou even klappen? Klap jij eens even voor het publiek gewoon thuis? Even. Ja, nou... Dan ga je, er komt, in je mond gaat er iets, bij jou is het altijd, bij jou gaat altijd iets samen. Ja, het is gewoon zo. Fien, we hebben een heel druk programma. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben van alles interactie met onze gasten natuurlijk. Onder andere de mop van de dag. We hebben een kijkersvraag, we hebben een diepte interview. En we hebben ook, wat is dit? Ja, ik mag wel aan je zitten, want vind ik fijn. Ik vind het gewoon fijn, even over jou. Ik vind het gewoon fijn. Het beest natuurlijk hebben we in de studio. We hebben een beest. Het beest. Het beest. Het beest. Oh, van Belly. Van Bellen en het beest. Ja, van Belly. Even bellen. En natuurlijk Gleufje nog even. Hè? Ja, Gleufje hebben we ook, want de Gleufje is de postbode natuurlijk. Die komt ook even langs en wil natuurlijk van Gleufje alles weten. Maar ik ben een beetje uitgevraagd in aflevering 10. Nou, misschien heeft hij een vraag voor ons. Oh, dat is leuk dat Gleufje iets in ons vraagt. Oh, dat is heel grappig. Ja, we draaien de boel vol. Maar goed, we beginnen natuurlijk met de mop van de dag. Ja, helemaal goed. En wie is de eerste die ervoor mag komen? Vientje, ja, trampolientje. Is Jasmijn. Kom er even bij, Jasmijn. Jij bent de eerste. Jasmijn komt eraan. Jasmijn. Fijn. En er is ze. En daar staat ze. Pardon. Pats. Helemaal goed. Hey, Jasmijn. Jasmijn. Ja? Heb je er zin in? Ja. Heb je een mooie mop voor ons? Ja. Oh, nou, we zijn heel benieuwd, want we houden wel van goede moppen. Want wij zijn ook moppen-tappers. Zeg het maar, wat is je moppie? Waarom neemt een oen een ladder mee naar de supermarkt? Waarom neemt een oen een ladder mee naar de supermarkt? Geen idee. Geen idee. Voor de hoge prijzen. Voor de hoge prijzen! Ja, en wat een toepasselijke mop ook. Wat een hele luister. Ook padoenpats. Ja. Ja, helemaal goed. Wat een leuke mop. Leuk zeg. Dat was sowieso. Jasmijn. Jasmijn. Wil je nog een snoepje mee? Ja. Pak hem maar één hoor. Helemaal goed. Helemaal goed. Jasmijn, hartstikke bedankt zeg. Maar we hebben nog iemand. We hebben nog iemand. Kom er naar voor. Indy. Daar komt Indy aan. En padoem. Pats. Daar ben je. Indy, je hebt ook een leuke mop voorbereid. Ja. Zou je hem willen vertellen aan ons, het publiek in de zaal en natuurlijk tegen alle kijkertjes thuis? Ja. Ja, heel goed. Ga je gang. Er komt een konijn bij de bakker en vraagt, heeft u een korteltje staart? Zegt de bakker nee. De volgende dag komt er weer een konijn bij de bakker en vraagt, heeft u een korteltje staart? Weer zegt de bakker nee. De volgende dag komt er weer een konijn bij de bakker en vraagt, heeft u een korteltje staart? Weer moet de bakker het konijn teleurstellen. Die avond denkt de bakker, ik ga een worteltjestaart bakken. De volgende dag komt er weer een konijntje bij de bakker en vraagt, heeft hij ook worteltjestaart? Zegt de bakker ja. Zegt het konijntje, vies hè? Ho! Ja! Helemaal leuk! Dat is een goeie en een lange mop zeg! Wow. Het is een beetje de mop van Tieten Sevien geworden in deze, want hij is al wel keren voorbij. Hij is wel echt hartstikke leuk. Hij is zo leuk. Want als jij een konijn nou doet, hoe doe jij dan worteltjestaart? Ja, dan doe ik altijd zo van, bakker, heeft u ook worteltjestaart? Ja, dus dit is ook, ik vind het echt heel, je hebt hem heel goed verteld. Heel goed, keurig. Mag ik een elleboog? Wil je nog een snoepje mee? Ja. Nou, of twee? Eén. Oh, één is ook wat bescheiden. Heel goed, applaus. Toppetje! En we gaan snel door, Titus, want we hebben ook allerlei mooie kijkersvragen! De eerste die een kijkersvraag heeft voor Titus en Fien, dat is Duncan. Duncan, kom er naar voren met je groene schoenen. Ja, hij heeft lichtgevende schoenen heb je. Kom erbij. Hè? Je hebt maar één lichtgevende schoen. Is de ander kapot? Nee, die is leeg. Oh, die is leeg. Oh, die moet je op... Er zitten batterijen in of zo. Nee, grappig. Die moet je opladen. Oh, die moet je opladen, net als je telefoon. Ja. Dus jij hebt je telefoon op je nachtkastje liggen en dan je schoenen ernaast. Ook niet. Nee, dat niet. Hé, maar je hebt een vraag aan ons, hè? Wat zou je willen vragen aan Titus en Fien? Of aan Fien, of aan Titus, of wie je wil? Aan Titus. Aan Titus, oh, dat ben ik. Wat wil je vragen? Een mop. Oh, een mop. Oh, je hebt een mop. Oh, dat mag ook. Vertel je mop maar.
Wat zegt een banaan tegen een banaan? Wat zegt een banaan tegen een banaan? Geen idee. Waarom is er eigenlijk geen strand op, het, op ons? Wat zei je? Waarom is er eigenlijk geen strand op ons lichaam? Ja! Waarom is er geen strand? Ja! Omdat, ja. Omdat er pannenkoeken op ons lichaam ligt. Ja! Huh? Ja! 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 Wat, ik heb het nog nooit gehoord. Die is echt, dat is een leuke. Ik vind hem wel, het is wijnbanaan, banaan. En pannenkoek. Nou. Ja, ik vind hem wel leuk. Uit welk moppenboekje komt hij? Of heb je zelf bedacht? Zelf bedacht. Echt waar? Nou, je bent wel een goede moppen. Ik hou ook van een pannenkoek met banaan, dus het komt helemaal uit. Ik zeg, applaus voor Duke! Hey, super. Lekker soepje mee. Super. Top, we hebben nog een, iemand die heel graag een mop wil vertellen. Wie komt er nog meer? Liam. Liam, kom maar naar voren. Liam, waar is Liam? Ja, daar komt hij aan. Oh, kijk eens even. Oh. Piet Piraat, Piet Piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kamera. Hé, wat zie je er prachtig uit? Prachtig, ja. Ben je fan van Piet Piraat? Ja? En kapitein Jack Spaard. Oh, ook nog zeg hé. Oh. Wat leuk zeg. Hartstikke goed. Ik ben ook wel een beetje gek op van die stoere piratenkapiteins persoonlijk. Ja, ben ik niet heel stoer? Je, vind je mij stoer? Als jij bent gewoon grappig. Ja, maar niet stoer. Ik heb ook een kruisje op mijn wang. Ja, oh, ja, kijk, ja. Hij heeft een kruisje op zijn wang. Ja, dat heb ik dan maar niet natuurlijk. Nee, waarom heb jij een kruisje op je wang? Wat het hebben? Wordt bij kapitein Jack Spaard. Ja, dat hoort erbij. Dus, misschien ligt er een schat. Wil je ook een kruisje op je wang? Nee, ik hoef geen kruisje op mijn wang. Oké. Jij gaat je... Ja, jij gaat je mopje vertellen. Wat wil je vertellen voor mop? Vertel of een maar. Kijkersvraag. Was het of een vraag. Oh, het was eigenlijk een vraag. Oh, sorry, een vraag. Eigenlijk, ik heb een lievelingskleur en dat is rood. Jij hebt een lievelingskleur en dat is rood? Ja. En wil je nu weten wat onze lievelingskleur is? Nee, oh wel, ja. Wat denk je? Wat denk je dat onze lievelingskleur is? Als je gewoon wilde gok. Gewoon een gokje. Als je gewoon denkt van nou, als ik aan Tieten en Fien denk, dan denk ik dat hun lievelingskleur is? Groen. Groen. Nou, dat is Padoem. Het. Pats. Padoem. Pats. Goed, ja, man. Helemaal goed. Je krijgt een heel groot applaus voor jouw kijkersvraag. Goed je mee. Ja, heel goed gedaan. Dag kapitein. Geweldig, hè? Super. Helemaal leuk, helemaal leuk, helemaal leuk. Fien, het is zover. Ja. Want ja, het is heel leuk, want in deze uitzending is het net andersom natuurlijk. Want we doen alles andersom. Want we hebben twee mensen die wij al 10 uitzendingen doen we die interviewen. Maar nu interviewen ze ons. Ja, dat is wel leuk, hè? Dat is heel leuk, dus mogen ze alles aan ons vragen. Ja. En in dit geval is dat natuurlijk Kik Spijkerman. Want hij speelt het beest in Belle en de Beest. Hij is er vandaag bij. Geef hem een heel groot applaus, Kik Spijkerman! Ja. Kik, je gaat bellen spelen. Nee, je gaat het beest spelen. Je gaat het beest spelen in Bellen en het Beest. Ja, hartstikke leuk. We hebben heel veel zin in om met jou onderweg te zijn. We gaan er een hele leuke tijd van maken. Maar wij hebben jou nu beter leren kennen in deze afgelopen 10 afleveringen. Misschien heb jij ook wel vragen aan ons. Ja, je overvalt me een heel klein beetje, maar... waar ben je het meest bang voor? Ja, Fien, waar ben jij het meest bang voor? Grote hoogtes. Of gewoon hoogtes in het algemeen. Ik heb hoogtevrees. Ja. Ja. Nou, ja, nee, dus bijvoorbeeld, laatst liepen Titus en ik in het bos. Ja. En we kwamen een uitkijktoren tegen. Ja. Dus dat is zo heel mooi hoor, met van die houten balkjes allemaal, maar echt best hoog. Wanneer was dat dan, laatst? Dat was twee weken terug. Oh. En toen... Even vergeten. Dan krijg ik het dus in mijn benen. Als ik zo'n toren op moet en je kijkt dan ook nog zo door de tredes naar beneden. En je, vreselijk. Ja. Ja. Vliegt mij helemaal aan. Ja, ik heb heel veel dingen waarvoor ik bang ben hoor. Ja. Ja, spinnen. Muizen. Moet ik altijd vangen. Ja, en dat ik mijn tekst kwijt ben. Ja, ik wou net zeggen, voor de voorstelling ben je dan bang voor iets? Oh, voor de voorstelling. Ja, maar dat was het als een vraag, ik dacht, ben je bang in het algemeen? Heb je dat decor gezien van Belle en Beest als jij hoogtevrees hebt? Zit een hoge trap in. Ja, daarom, dat vind ik al eng. Ja, nee, maar ja, om je tekst te vergeten. Oh, mijn tekst kwijt te raken, vind ik zo erg. Vind ik vreselijk. En zeker als je naast jou staat, want jij vangt het ook niet op. Jij blokkeert ook als ik mijn tekst kwijt ben. Dat is het erge. Dat is erg. Dus vind ik heel spannend altijd. Ja, vind ik heel spannend. Ja. Ja. Nu heb ik jullie ook weer beter leren kennen. Ja, dat is leuk, hè? En ga je ook met ons meerijden naar het theater? Ja. Zit je bij ons in de auto? Zeker. Mondkapje op. Ja, kijk, waar zijn ze? Fien, waar zijn onze mondkapjes? Oh, ze zijn weg. We hebben eigen mondkapjes. Oh, nee. Ja, we hebben ergens mondkapjes. We zijn weg. Zijn de mondkapjes weg? De mondkapjes zijn weg. Waar zijn de mondkapjes?
Oh, de mondkap. We hebben eigen mondkapjes, maar dat maakt niet uit. Wat heel leuk geweest. Wat is de... Nee. Die is niet goed. Nee, maar dit is helemaal, leuk. Dus je rijdt ook met ons mee. Helemaal gezellig. Ja. Kik, we gaan jou zien in de voorstelling Belle en de Beest. Te zien vanaf... 10 oktober al. 10 oktober al. Ja, 11 oktober, 10 oktober. 10 oktober. Helemaal leuk. Geef een applaus. Kik Spijkerman. Yeah. Spijkerman, Spijkerman. Daar word je wijzer van. Hey. Ik ben opeens hartstikke druk met onze eigen mondkapjes. Nou, die zijn erg gesorteerd. Wil jij even de volgende aantal opkondigen? Ga ik op zoek naar... Oh, daar zijn ze. Oh. Deze is van mij. Die is van jou. Ja. En deze is van... Kijk, we hebben heel leuk. Dus leuk. We hebben Titus en 4 mondkapjes. Zo. Zo. Ja. Die is heel grappig. Alleen, bij jou blijft die niet goed zitten. Nee. Nee. Maar dus, die hebben we ook. We hebben eigenlijk Titus en 4. Ze vroegen ook of dat ze te koop waren trouwens, de mondkapjes. Maar zijn ze niet, want het is een cadeautje hebben we gehad. Ja, Gleufje, kom er eens even bij. Gleufje de postbode. Ah, Gleufje. Gleufje, we weten waar je vandaan komt, waar je naartoe op vakantie gaat, wie je vriendin is, hoe je vriendin hebt ontmoet. We weten eigenlijk alles van jou, maar jij weet niks van ons. Wat zou jij nou van ons willen weten? Nou, stel dat jullie een dag iemand anders mochten zijn. Oh, wat leuk. Wie zouden jullie dan willen zijn? Ja, dat mag alles zijn. Sowieso een man. Ja. Waarom sowieso een man? Ja. Waarom? Dat vind ik wel een keer gewoon, je wilt toch dan een keer wat anders? Ja, maar dus ik weet toch waarom jij een keer een man wil zijn? Nou, een keer dat je tegen een boom kan plassen. Ja, dat is wel waar. Ja. Maar, ja. Maar wie, hè? Ja, ik weet wel wie ik zou willen zijn. Oh ja? Ja, ik wil koning Willem-Alexander wel een dag zijn. Ik wil wel weten hoe dat hij woont en dat je dan lakaien hebt, hoe dat het allemaal is en zo. Dat het allemaal hoe dat echt is. Wil jij de Maxima zijn? Ja, dat is goed. Toch? Ja, dat is ook wel wat anders. Dat zou ik wel willen zijn een keer. Ja. Maar Gleufje, heb je wel eens de post weggebracht bij de koning of de koningin? Ben je wel eens op Noordeinde of zo? Ben je wel eens daar geweest? Heb je wel eens je rondje Den Haag gehad? Ja, toevallig. Maar het is een hele lange oprijlaan. En zit de brievenbus niet vooraan dan? Ja, bij de douane. Oh, daar. Alleen vervolgens moet je dan, als je persoonlijke post brengt... Moet je verder? De oprijlaan op. Dus jij hebt wel eens de post aan Willem-Alexander gegeven? Nee. Hij staat niet bij de brievenbus klaar. Dus het moet gewoon door de brievenbus. Oh, heeft hij een gouden brievenbus? Nee, zilver was dit. Oh, echt? Maar wel gepoetst. Zit er een leeuw op of zo? Een twee leeuwenhoofdje. Echt? Ja. Nou, leuk zeg. Heel leuk. Nou, heel leuk dat jij je daar ook bent geweest. Ja. Heel goed. Ja. En ik weet weer meer over jullie. Ja, dus geef hem een groot applaus. Gleufje! Gleuf. Nou, kom eens in de volgende uitzending wel. Nee, ik had nog een vraag, maar dat is de volgende uitzending. Doen we dan wel. We hebben nog één onderdeel. En dan zit deze uitzending vanaf de Vendag zit er dan op. Ja. Fien, zou jij het volgende onderdeel willen aankondigen? Ja, doe ik de muziek. Er zijn heel veel kinderen die zijn leuk verkleed gekomen vandaag. Eentje gaan we eventjes hier naar voren vragen en dat is Izzy. Izzy! Izzy, daar ben je. Kom er eens even naar voren, het is niet te geloven. Even een bonusshow. Zo, Izzy, daar is ze. Dat is, ja. Wat zie je er prachtig. Ja, we zien het niet allemaal. De mensen thuis zien natuurlijk niet alles. Maar je hebt een schitterende, helemaal zo'n jurk. Met twee hoepels. Wie heeft deze prachtige jurk gemaakt? Hoeveel kom je eraan? Wie heeft het geregeld? Wie heeft het gefixt? Wie heeft het gedaan? Wie heeft het... Uit de Efteling gekocht. Oh, echt? Is dit een echte sprookjesjurk van... Van wie is die? Van Assepoester. Oh, joh. Ja, hij is prachtig. Echt heel erg mooi. Ben je ook fan van de Efteling? Ga je vaak naar de Efteling? Ja. Ja, en wat vind je het leukste aan de Efteling? Welk onderdeel? De achtbanen. Ik ook een vogelrok, hè? Ja, jij vindt het hartstikke eng, vogelrok. Nee, die vind ik echt heel leuk. Ja, ik vind het Carnaval Festival leuk. Ja, die is ook leuk. Daar is Joki! Ja, dit is heel leuk. Maar je ziet er echt prachtig uit. Ik vind het fantastisch. Ik vind het heel mooi. Je krijgt nog een snoepje mee. En dan krijg jij van de zaal... Een enorm applaus voor jouw prachtige jurk. Super. Fien. Titus. Dit was aflevering 10. Dit was hem al, aflevering 10. We gaan zo meteen met de kinderen die hier in de studio zitten, gaan we op de foto. Hier ook in de studio. Hartstikke leuk. En dan gaan we zo meteen weer verder met aflevering 11. Dus denk je nou, ik wil nog even doorkijken. Kan dat gewoon? Want dan ga je naar aflevering 11 toe. Ga spoel je gewoon even door. Wat zeg je? Klik je gewoon even door. Dan klik je gewoon even door. Je schuift het door, je gaat gewoon door. Het komt helemaal in orde. We hebben alles gehad, hè, redactie, of niet? Ik zie het beeld allemaal heen en weer gaan, maar er is niks aan de hand. Nee. Dit was aflevering 10. Zit er bij de volgende?
volgende. Hij is dan klaar voor aflevering 11. Nou, jongens en meisjes, tot zometeen bij aflevering 11. Dag! Dag! Oliebollen! Oliebollen! Leuk even.